mee aan het eten. Ja. Moesijnke. Nou. Nee, te beginnen. Gaat het nog? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jesse Silver die zit ligt op half tafel met zijn net gekregen cadeautje van Sinterklaas. Een Nanadoo knuffeltje. Ja. Wat een lief ding ook. Oh ja, hier is hij. Van Boomba. Van Boomba. En Moonbaloo. En Nanadoo. En Patoef. En Bakaki of zoiets, weet die hond. Superleuk. Ja. Kiwi. Oh. Hey, Kiwi is de, oh ja, Kiwi is de vogel. Ja. Je bent het strooien met rozijntjes in plaats van pepernoten. Hou vooral recht. Ik heb lekker gekookt. Schoonmoeder is jarig, dus we gaan naar Els. En dan gaan we lekker eten met z'n allen. En dan spelletjes. Zo'n spelletje doen. Zo'n spelletje meenemen. Oh, een goed idee. Goed idee van mij. Ik ga spelletjes pakken. Oké. Okay. Ja, we gaan even lekker door naar de volgende ochtend. Donderdag. Jesse heeft weer een hartstikke leuk Boomba-tutje gehad van Sinterklaas. Schattig toch? Ja, Boomba-lu is het geloof ik. Dan hebben we nog Nanadoo. Leuk hè? Ja. En nu zijn we bezig met Sinterklaas House. Ja. Met een krakotje. Ja. Ja. Ga je dansen? Ja. Hey. Ah, la 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 la. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ja. Gaan ze meedansen? Ja, gisteravond waren we dus gezellig bij Els. En vreemd genoeg hebben we daar de camera niet meer vastgepakt. Dat was ook gewoon lekker met z'n drietjes en gewoon gezellig aan het kletsen. En van het een kwam het ander. En voor je het weet is het bijna een punt in je hoofd. En voor je het weet is het einde van de avond. Hey, goedemorgen. Ik voel me ook weer zo stom vandaag. Ik kom net terug van mijn werk, want ik hoef helemaal niet te werken. Ik ben voor niks op en neer gereden. Het is nu 6:30. Of sorry, 6:30. En ik ga maar weer terug naar bed. Straks wat pastatjes maken voor een bestelling, dat is dan weer wel leuk. En dit is gewoon al de derde keer of zo in 2 jaar. Dat ik gewoon naar mijn werk rijd en dat ik gewoon helemaal niet hoef te werken. Hoe kom ik hierbij? Wel trusten. Ja, daar zijn we al fris en fruit. Ik ben nog even terug naar bed gegaan. Ik heb iets te lang doorgeslapen, merk ik. Oh, echt zo'n slaaphoofd. Maar dat maakt niet uit. We zijn weer lekker bezig. Terwijl de buurman aan het boren en aan het hameren is, zijn wij lekker aan het koken. Want ik heb dus voor morgen een aantal gerechten binnengekregen. En ik kreeg net nog een berichtje. Terwijl dat ik net aan het boodschappen doen was en ik de scanner terughang in het rek, kreeg ik nog een appje van: hey, doe maar nog een paar gerechten. Dus toen kon ik weer zo terug in de winkel in. Geeft niet. Dus ik ben lekker aan het koken zoals je kunt zien. Ik heb daar wat pasta staan. En ik ga bami maken. Bami met garnalen. En voor iedereen die het zich afvraagt. Ik heb mijn HACCP papieren en dergelijke. Dus daarin kom ik niks tekort. Ik weet wat ik aan het doen ben. En ik vind het hartstikke leuk. Het is lang geleden dat ik op deze schaal heb gekookt en zo. En voelt goed. Erg leuk. En kom maar op met die bestellingen. De maaltijden zijn zo goed als klaar. En dit is mijn befaamde Norma. Ik lekker wat water bij. Wat kookvocht van de pasta. Hier heb ik zelf tomatensausje gemaakt. Die gaat daarbij. Daarbij, ja, die gaat daarbij. Die kook ik nog een beetje door. Dan gaat hij zo over de pasta. En dan leggen we op de pasta nog een beetje mozzarella. Hey. Hi. Hey.
Ik zit helemaal vast, poepie. Je zit aardig vast, inderdaad. Ik zou ook wel gewoon even lekker zo uit willen slapen. Ja. Echt blijven liggen. Niet uit te oefenen. Maar dan ook echt uitgeslapen voelen. Ja, dat zou ik wel willen. Ik hoop dat we het snel kunnen regelen voor je. We moeten gewoon een ander matras gaan halen voor jou. En dat floten wil ik ook een keer proberen, want dat schijnt wel. Oh ja. Dat je dan echt met een uurtje of zo. Heb het gevoel alsof je 5 uur geslapen hebt of zo? Ja, jullie vertelden het laatst. Ja, en mijn moeder die wist er ook van. Ja. Ik kende het nog niet. Als jullie het wel eens hebben gedaan, laat even weten hoe het was. Floating. Nou, we zijn vandaag teruggegaan naar Rotterdam Alexandrium. Bij Grando Keukens. Om daar ons droomkeuken te realiseren in combinatie met het keukenblad die we willen laten importeren. En nou, we hebben een 3D-tekening laten maken en offerte. Dus daar gaan we even over nadenken. En hopelijk komt hij morgen, stuurt hij het op allemaal. Misschien kunnen we het even laten zien. We hebben nu gewoon eindelijk de hele keuken compleet zoals we hem willen. Ja. Met apparatuur erbij en het blad dat we dan gaan importeren uit China inderdaad. En de prijskaartje wat daar aan vast komt zitten. Dus, ja. Eigenlijk wel heel erg blij. Ik vind ook heel blij. Een heel stuk verder en we hebben hele stappen gemaakt, zoiets zou ik zeggen. Ja. Ja, want we moeten dus ook 11 januari al de bouwtekening zeg maar van de keuken. Ja, voor de leiding en zo. Ja. Dus ja, dat komt daar komen ook weer kosten aan, omdat we het natuurlijk weer niet bij de keukenleverancier doen die zij hebben voorgeschreven. Die vervolgens trouwens al 3 maanden geleden we voor het laatst iets van hebben gehoord. Ja, wel een beetje matig inderdaad. Maar uiteindelijk gaan we wel besparen door dus inderdaad niet bij die projectleveranciers te gaan afnemen. Dus zowel de badkamer als de keuken. Ja. Maar ja, wat wel tot gevolg heeft dat alles casco wordt opgeleverd. Dus leidingen en dergelijke moeten we allemaal gaan trekken en regelen. Ja. Maar ja, gelukkig, we hebben Ferry, dat is een kennis, die heeft in de elektriciteit gezeten en die weet daar alles van. Mijn vader. Mijn vader is elektricien geweest. Mijn zwager is ook wel handig. Marius is vrij handig. Olaf is timmerman. Nou ja. Nou, hopelijk mogen we een beroepje doen op ze, dat ze even ons kunnen helpen of informatie kunnen geven. Mitch is ook handig, heeft ook zijn eigen huis Ja, Mitch is ook heel technisch gelukkig. Ja. Dus dat zou heel fijn zijn. Dus beetje bij beetje krijgen we een wat beter vollediger plaatje van alle leuke dingen die we hebben bedacht en of het dan ook mogelijk is natuurlijk. Ja, want eergisteren is het huis van mijn zus opgeleverd na 3 jaar. Dat is dus helemaal misgelopen. Maar is het na 3 jaar of hebben ze 3 jaar vertraging? Nee, nou ja, volgens mij na 3 jaar, maar meestal is een huis na 1 jaar wel klaar. Ja. Dus ja, mega vertraging door de bouwer die failliet ging of zoiets, weet ik het allemaal, ontwikkelaar. Ja. Ellende. Eindelijk een huis opgeleverd, dus daar hebben we even gekeken. Ja, het is ook gewoon super vet. In Pijnakker. Heel gaaf. Ook mooi nieuwbouwhuis. Mooi rieten dak. Heerlijk groot. Ja, top. Ja. Helemaal cool. Ja. Nou, en nu gaan we lekker naar bed, want morgen moet ik wel werken. En ik ook. Ja, en je stond om 5 uur naast je bed, was naar werk gereden en kwam weer terug. Ja. Foutje bedankt. Grapje. Ja, dat had ik zo al verteld. Ik praat ook zo met de kijkers, hè. Leuk, hè? Leuk, joh. Had ik jullie al verteld, hè? Ja. Ja. Ja, dus dat. Maar ja, morgen moet dus wel werken. Ja. En we waren bij de keukenboer en toen kreeg ik... Als je nou gewoon ongegeneerd te gapen, ja. Ja, sorry, ik ben gewoon kapot. Ja, laten we gewoon lekker gaan slapen. Maar we zaten dus bij de keukenboer en toen kreeg ik nog een berichtje voor een bestelling van een maaltijd. Dus het gaat best lekker. Gaat hartstikke leuk. Ja, super. Dus... En mijn collega's vond het ook heerlijk. Ah ja,
En die wilde op kookles komen. Ja. Dat moeten we dan misschien ook maar realiseren. Nou, slaap lekker. Doei. Het is zondag, 8 uur. En volgens mij zijn ze uit protest nu vuurwerk aan het afsteken. Zullen we even naar buiten? Zullen we even kijken? Ja. Het is wel koud. Kom, we gaan kijken. Hoor je dat vuurwerk? Maar we zien niks. Mama. Papa. Het is wel heel koud. Ik zie geen schietvuurwerk. Vuurwerk. Mama staat te bibberen. Het is heel koud. We gaan weer naar binnen. Het is inmiddels... Welke dag? Maandag. En ik heb geen idee wanneer we voor het laatst de camera opgepakt hebben. Het is een beetje hectisch. We filmen niet zo heel veel de laatste tijd. En dat is niet omdat we dat niet willen. Maar omdat we zijn bezig met het huis, verkoop, nieuw huis... Ander huis, feestdagen, werk, Jessie. Sorry? Corona. Ja, corona is, daardoor is er niet heel veel te doen en zo. En nu kreeg ik dus, ik had bij Ali een theepotje besteld. Terwijl dat Jessie de schoenen aan probeert te doen van René. Een leuk theepotje besteld en zat het hendeltje zeg maar, zat er los bij. Dus ik heb uit alle macht proberen te trekken, maar dat ging dus niet. En ik kreeg het er dus niet op. En dan heb ik het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Toen zei René van ja, dat had je moeten filmen. Klopt, ben ik helemaal vergeten. Maar dit is dus het theepotje. En dit zat er dus los bij. Overigens wel echt een super schattig theepotje. En ik heb ook nog lege theezakjes besteld. En er zit wel een filter in, maar die, ja, die is ook wel eens vies of zo. Nou, ik dacht in ieder geval gewoon lege theezakjes om zelf te vullen. Ze zijn super handig. En dan kun je dus... Bij de Turk haal je dus van dit soort doosjes met thee. Ja, ik vind het echt lekker. Ruikt lekker. Jessie heeft pijn. Misschien aan zijn vinger. Of aan zijn hoofd. In je oog. Maar zijn oog. Zijn oog. Maar wat heb ik nou dus gedaan? Ik heb die twee uiteindes van dat dingetje heb ik aan een spanband gedaan. En toen heb ik de salontafel op zijn kant gezet. Om het ijzeren frame heen gedaan. En dus met een spanband dusdanig de uiteindes... Oh, terwijl dat hij dus helemaal hartstikke overloopt. Shit. Heb ik dus de uiteindes gespannen. En hem zo dus helemaal zo ver uit elkaar getrokken dat hij dus er wel op paste. Ja, schat. Wat heb je gedaan? Oh, moet ik een kusje geven? Ja. Kusje? Kusje erop? Nee. Oh. Nou, ik ga dus even een lekker potje thee zetten. Fuck! De deksel wordt ook heel warm. Ja, nee. Waarom denk je dat ik fucking hendel er maar uit zit hier? Ja, maar ik moest de deksel eraf halen. Mijn vingertoppen zijn verbrand. Oh, ja. Anyway, ik wilde dus zeggen, laat ik een lekker kopje thee zetten. En misschien moeten we dan maar gewoon even deze vlog afsluiten. Oké, wat hebben we nog meer op kanaal? Hè? Ja, weet ik niet. Ik ben het helemaal kwijt. Ja, die mocht die haren daar zo voor. Nou, misschien dat we dat gewoon dan voor de volgende vlog kunnen bewaren. Volgens mij is deze vlog ook weer onwijs spannend. Maar we gaan dus een vlog opnemen met de Haagse taal. En dan moet ik raden wat René zegt en andersom. Zoiets hadden we bedacht, toch? Ja. Wordt superleuk.
Ik geef deze even, wacht even, ik kom zo bij je terug. Ja, daar zijn we dus. Nou ja, ik serieus weet niet wat er allemaal nog op staat. Nee. Dus sorry. dus gewoon eventjes een chaotische tijd. Chaotische, saaie tijd. Ja. Chaotisch en saai. Niet saai. Nee. Maar misschien voor hun een beetje saai. Ja. Maar er komen de feestdagen aan en de verhuizing en het nieuwe huis, dus ja. Maak je niet druk. Wees vooral niet bang. Binnenkort heel veel spannende en drukke tijden. Mocht je... Dat... Als ze zo wil erbij. Kom je ook gedag zeggen? Kom er maar bij. Hi. Hey. Nou, dan zeggen we dus voor nu. Vond je dit toch nog een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je alle leuke video's weer meekrijgt. Precies. Als we wel iets uploaden. En dan zeggen we voor nu een fijne avond. En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Hij zit de kant te kijken van. Deze niet praatje. Hij weet om het te zijn. Doei! Daar zit Yeah.